Yo, wat up beste kijkers van Conti Games en welkom terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. We gaan vandaag weer een kleine update tourtje doen over hoe ver we nou zijn in Virion zelf. Dus eigenlijk gaan we vandaag een beetje in de haven kijken. Laat ik jullie gedeelte zien en ik wil even een stukje van Murdoch laten zien wat er buiten allemaal gebeurt. Dus dat gaan we in ieder geval deze aflevering doen. En let's go. De vorige video heeft weer meer dan 30 likes gehaald, guys. Helemaal awesome, jullie zijn top. En ga zo door, want dat motiveert mij gewoon om meer video's te maken. En ja, wie wil geen meer video's, toch? Maar we gaan even verder door de haven heen. Nou ja, zoals jullie zien is hier al wat dingen veranderd. Hier zijn wat dingen bijgekomen. En de laatste keer was alleen die molen er. En dan was ik hier bezig met de survival. Maar ik laat jullie een beetje een toertje zien hoe ver ik nou ben hiermee. En wat nog een beetje de bedoeling is om te bouwen. Je kan in principe rekenen dat dit eigenlijk een farmgedeelte is. Hier staan allemaal huisjes en dat soort dingen. Dus een beetje de bewoners, de markt, dat soort dingen. Maar ik laat jullie eerst de farmgedeelte wel een beetje zien hoe ver we hier zijn. Nou, zoals jullie zien heb ik hier allemaal verschillende farmpjes staan. Dus alles is een beetje door elkaar heen. Omdat dat gewoon persoonlijk vind ik dat mooier. Omdat het is meer voor de sier dan dat je het eigenlijk kan farmen. Natuurlijk, je kan het wel farmen, maar dat is niet de bedoeling. Alleen als het nodig is, dus ja. Nou ja, heb je hier de koeienstal. Nou ja, heb je hier allemaal konijntjes en zo, waar ik konijntjes aan het fokken ben. Natuurlijk, dit ga ik allemaal wel gebruiken en zo. Dat gaat helemaal goed komen en de hele mikmak. Natuurlijk, dit is ook allemaal voor de sier namelijk. Het gaat gewoon een beetje om de uitstraling. Dan hebben we natuurlijk het farmhuisje. Nou ja, hier had je dus die molen. Dus dan gaan we daar nog even een stukje verder. Want dit hebben jullie als het goed is allemaal al gezien. Dan had je hier namelijk alle kippen en zo staan. Dus die staan daar in ieder geval allemaal. Hier heb je de mooie farm zelf staan. Ik heb zelf wat last van mijn keel. Dus het kan wezen dat ik af en toe een beetje aan het hoesten ben en dat soort dingen. Excuses daarvoor. En ja, we gaan gewoon verder. Nou, hier staat dus het farmhuisje om zo te zeggen. Hier staan mijn hondjes allemaal. Hier jullie heb ik het allemaal verwerkt met potsel. Ik vond het wel een beetje een moestuinachtig iets hebben. Vandaar dat ik het hier ook geplaatst heb. Nou ja, dan heb je hier nog allemaal dingetjes staan en zo. Het is trouwens wel de eerste keer dat ik zulke farms maak. En ik vind het persoonlijk zelf heel erg mooi. Dus ik ga het zeker vaker doen. Zo. En als het goed is heb je dan hier ook nog allemaal wat. Weet je, we gaan even een shortcut nemen. We gaan hier even naar beneden. Want hier kan je namelijk ook weer een stukje van de moestuin om zo te zeggen. Dus dan zie je hier ook allemaal mooie versieringen en dat soort dingen. Nou ja, zoals jullie zien heb ik hier ook allemaal cocoa beans in verwerkt. Melons, alles erop en eraan. Echt van alles. En ja, ik ben zelf momenteel een beetje ziek, dus ik kan een beetje raar klinken. Ik weet niet, het is specifiek voor de kerst en dat soort dingen. Dus ja, het is weer zover. Ja, hier heb ik dus een schaapje staan. Allemaal kleine schaapjes en dat soort dingen, weet je wel. Dan kan je lekker allemaal wol verzamelen. Of je kan het natuurlijk gebruiken voor shawarma. Want ik hou heel erg van shawarma. Maar dat wisten jullie vast en zeker al. Dus even zien, hier hebben we allemaal cocoa beans nog. Hier allemaal pumpkins. Ja, dit is een beetje het farmgedeelte. Het grootste gedeelte ervan hadden jullie al gezien. Dus we gaan hier weer naar de buiten toe. En dan gaan we kijken. Even zien. Nou ja, hier heb je dus een mooie grote boom. Waar ik dus een mooi klein vijvertje van heb gemaakt. Kan je lekker in bubbelen als je er zin in hebt. Het leukste is op dit map, kan je namelijk nog niet zien. Dat is heel erg leuk, maar omdat het niet gerend is. Maar zo ziet het er namelijk nou uit. En ja, het kost best wel veel werk. Vind ik helemaal niet erg. Ik vind het leuk om te doen. Vooral de resultaten die je later krijgt. Dan loop je hier eigenlijk nog verder. Hier is eigenlijk nog niks veranderd. Zoals jullie zien. De bomen staan er nog. Hier komt dus eigenlijk een beetje het uptown. Zou je het kunnen noemen. Hier komen een beetje de grote gebouwen te staan. Er komt ook een kleine soort met fortje te staan. Zeg maar het hoofdfort. Nou ja, dat wil zeggen van natuurlijk. Deze stad is puur voor roleplay eigenlijk. Puur voor handel eigenlijk. Niet voor battle en dat soort dingen. Is hier niet voor gemaakt. Eigenlijk niet, dus ja. De muren zijn er wel voor gemaakt, dus ja. Waar zou je het voor kunnen gebruiken? Daarvoor zou je het misschien voor kunnen gebruiken, maar het is niet de bedoeling. Nou ja, hier, zoals je ziet, hebben jullie hier allemaal huisjes en zo staan. Of heb ik hier allemaal huisjes staan. Dat nog ingericht moet worden, maar ja, daar heb ik hele bijzondere mensen voor die dat voor mij gaan doen. Ik kan het zelf ook wel, maar dan kost het weer extra tijd en bladibladibla. Jullie weten het wel. Nou ja, dan ga je hier verder, heb je allemaal huisjes. Dan ga je jou vragen, ja, maar die huisjes, Laurens, waarom zijn het allemaal hetzelfde? Omdat je daar zo kan je namelijk een heel mooi stadje creëren. Je wisselt een beetje af. En elk huisje kan je weer apart aankleden. Kan je weer helemaal apart maken. Dus dat maakt het ook wel weer speciaal, vind ik zelf dan weer. Nou ja, dan kan je hier in ieder geval ook nog verder. En dan kom je hier, nou ja, heb je weer een ander soort huisje, zeg maar, iets groter. Je gaat eigenlijk een beetje van klein naar groot. En dan heb je daar verderop nog iets groter huisje. Nou ja, hier heb je dus ook weer zo'n custom tree staan. Met een klein fonteintje waterornament, om zo te zeggen. Wat het weer een beetje bijzonder maakt, zeg maar. Het is een beetje, ja, kan je lekker chillen, relaxen. Dus als je zoiets hebt van, ik heb rust nodig, jongens. Ik ga lekker vandaag chillen, lekker in het tuintje, lekker bij het water. Windje door mijn haar en een potje dam of zo, weet je wel. Het kan hier allemaal, geen probleem.
Nou ja, hier moet ik nog even wat voor gaan verzinnen, want dit vind ik niet zo eigenlijk. Misschien dat ik er een beetje sugarcane en zo in ga verwerken hier nog. Gaat allemaal goed komen. Ik moet hier nog zoveel doen, guys. Ik moet nog zoveel doen, guys. Nou, dan gaan we hier verder omhoog. En dan is hier eigenlijk het eerste huisje van de allereerste bewoner. Ja, dat is Jade. En Jade die woont hier. En die heeft een heel knus huisje. Ik zal wel niet verder naar binnen gaan, want anders is het een beetje onbeschoft. Maar hier woont Jade dus. Die heeft het huisje van mij gekregen. Ik zei van, Jade, jij bent zo goed aan het werk. Kies maar een huisje. Je mag dit huisje van mij. Kies maar een huisje. Je mag dit huisje van mij hebben. Die zin klopt niet helemaal. Maar ze mocht dit huisje van me hebben. Ik zei van, fuck it. Richt maar in. Dan gaan we hier verder. Nou ja, heb hier nog een beetje opslag en zo. Maar ik heb hier ondertussen ook ergens een opslag staan. Dat is hier. Dat is namelijk hier. Heb ik allemaal dingen verzameld en zo. Want ja, het is allemaal even tijdelijk. Want er komt natuurlijk straks een plekje te staan. Waar alles natuurlijk centraal komt te staan. Dus dan krijg je alle handel en dat soort dingen. Dat wil ik gewoon allemaal verzamelen op één locatie. Misschien dat ik het in de handelsruimte ga doen. Of dat ik het in een speciale fort ga doen. Ga ik nog even kijken. Nou, hier moet dus ongeveer kom je vanaf hier. Nou ja, dus jullie zien de patronen en zo op de vloer ook. Je hebt verschillende patronen. Nou ja, hier heb je een beetje stadje. Dan kom je hier omhoog. Heb ik het wat in hout verwerkt. Omdat ik het wel weer mooi vond. Een beetje afwisseling en dat soort dingen. Ga je hier verder, kom je weer in de gravel. En dan kom je eigenlijk in de markt terecht. Dit is een kleine marktterreintje eigenlijk. Dus heb je hier een etens. Hier kan je gezellig eten met andere mensen. Dan kan je hier bijvoorbeeld pumpkins halen, eten, dat soort dingen. Hier heb je nog allemaal spulletjes staan. Nou ja, zoals jullie hier staan, hebben jullie hier de drankjes kun je hier halen. Ja, dan gaan jullie denken van drankjes. Ha, kan je hier zeker poisjes halen. Kan je lekker strek poisjes halen. Kan je lekker poisjes halen. Nee, dat mogen wij niet gebruiken. Dus hier kan je gewoon een lekker biertje halen of dat soort dingen. Lekker chocomel, noem maar op. Hier kan je, dat is ook een beetje een furnace ruimte. Dus hier kan je ook verschillende dingen halen. Hier kan je nog verder namelijk. Nou, zoals je ziet is dit nog niet ingericht. Gaat nog allemaal gebeuren. Ik ben hier momenteel nog mee bezig. Nou, dit gaat een soort met... dit ga ik waarschijnlijk de muur nog doorheen breken. Dus dit stukje gaat er nog uit. En dan ga ik deze twee huisjes aan elkaar verbinden. Want dan wordt dit zeg maar een soort met restaurantje waar je eten kan halen. En dan kan je ondertussen hier gezellig zitten bijvoorbeeld. Heb je zoiets van, ja, hey, ik wil lekker gezellig eten en ik wil lekker dicht bij het strand zitten. Nou, dan kan het hier allemaal, want dan ga je lekker hier zitten. En dan gaat het helemaal goed komen, toch? Ja, dat gaat helemaal goed komen. En dan heb je hier nog een boom. Ik ben hier bezig met nog een boom. Dus straks loop je eigenlijk door twee bomen heen. En dan gaat hier een beetje een klein tuintje komen, zeg maar. Dan heb ik zoiets van, ja, ik wil wat meer natuur hierin brengen, omdat het gewoon wat mooier maakt. En dan komt hier dus een allemaal grote, hier nog allemaal boompjes in staan. Dan komt waarschijnlijk hier ergens allemaal water, een vijvertje, alles erop en eraan. Kan allemaal namelijk nog. Nou, dus neem ik even een slakje drinken, omdat ik aangezien nog steeds een beetje ziek ben. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, dan kom ik hier ook weer verder, waar ik ook helemaal in moet richten. En hier hebben we onze allereerste bewoner. Dit is Bertha. En dit is Bertha de koe. En Bertha die woont hier. Kijk, dit is Bertha, haar mooie huis. Staat vrij weinig in. Ze heeft alleen maar gras nodig en natuurlijk water. Maar ja, Bertha is heel vervelend soms. Dus Bertha. Bertha, jij bent vervelend. Ja, jij bent vervelend. Nou, dan heb je hier ook nog een groot huisje staan, zeg maar. Dit wordt ook een soort met winkel. Dus eigenlijk is een beetje de handelsplekje. Slash winkels, dat soort dingen, weet je wel. Noem maar op, de hele mikmak. En dan zijn we er een beetje doorheen gegaan. Dan heb ik nog één huisje staan. En die is gebouwd door Fabienne. En die is ontworpen door Yuri. Dieforce. Yuri, die is momenteel de hoofdbouw van Murdoch. Die rol heeft hij gekregen. We hebben van de week allemaal hebben gesolliciteerd of zo. Dat soort dingen. Motivatiebrieven en dat soort dingen. Wat ons leuk lijkt om als rol te doen. In Kingdom zelf. Ik heb er zelf opgegeven als raadgever. Ben ik ook geworden. En dat vind ik natuurlijk best wel gaaf. Vind ik wel leuk natuurlijk, want ja. Hé, hey, ik zeg altijd, jongens, als je mij niet verraadt, geef ik jou goede raad. Ja, ja, ja. Hou die erin. Die willen, als jullie nou iets van mij beloven, beste kijkers, als jullie nou iets verwerken of zo in een plaatje of dat soort dingen, met mijn skin of zoiets, en jullie gaan die quote gebruiken, ik geef je goede raad, zolang je mij niet verraadt. Dat zou wel tof zijn. Stuur het even naar mijn Twitter en, ja, weet je, dat lijkt me wel tof. Maar we gaan even naar het huisje van Fabienne. Kan ik een kortere route nemen? Vast wel. Even kijken. Ik kan volgens mij wel hier ergens langs, toch? We gaan even een shortcut nemen. Zo, gaan we hier langs. Ja, hier heb je dus ook nog een verdieping. Het zijn allemaal lagen en dat vind ik persoonlijk veel mooier dan dat je denk ik strak plat hebt, zeg maar. Nou, dit is het mooie huisje dus. Daar gaat Fabienne wonen. En daar gaat ze geloof ik samen wonen met Yuri en met Ilse. Dus ja, hier heb je nog allemaal diertjes die hier allemaal weggaan. En dan wordt dit een beetje de hoge huizen komen hier te staan. Verderop komt nog een stal te staan.
En hier komt een handelshuis te staan. Dus hier kan je veilingen en dat soort dingen krijg je dan. Die heb ik ook al ontworpen. Dus die komt hier mooi te staan. En dan heb je natuurlijk straks het gedeelte ook nog voor de haven zelf. Dat we helemaal moeten ontwerpen. Dus ik moet nog zoveel dingen doen. Maar voor nu gaan we eventjes snel naar Murdoch zelf toe. Tenminste, in ieder geval buiten Murdoch een beetje. Want daar zijn we namelijk bezig met nieuwe trees. Die ook gemaakt zijn door Yuri. Die heeft namelijk leuke custom trees gemaakt. Voor echte besneeuwde gebieden. Ik heb zelf ook custom trees gemaakt. Dat is meer voor de minder besneeuwde gebieden. Dus dat is bij het water en dat soort dingen. Beetje rondom de haven. En volgens mij heb ik al één boompje ervan heb ik hier al staan. Die heb ik hier even neergeplaatst. Dus hebben jullie een beetje een indicatie van hoe het eruit ziet. Dit is dan toevallig zonder sneeuw. Heb het ook met sneeuw. Die heb ik eentje van buiten staan. Dus als het goed is, staat die er nog. Als die niet weg is gehakt. Ik ga er niet vanuit. Kijk, die staat hier. Dus dat soort bomen komen hier allemaal te staan. En dan gaan een beetje, bijna alle custom trees gaan een beetje weg. Of alle custom trees. Alle standaard trees gaan gewoon een beetje weg. Dus ja, vandaar dat we ook zeggen van jongens, we willen Ferium weer groot maken. We willen wat mooier maken. Dan niet meer die standaard trees. Natuurlijk, er gaan er één of twee gaan nog tussendoor zitten. Maar het worden namelijk allemaal voornamelijk van dit soort bomen. En van die bomen die Yuri heeft gemaakt, ga ik jullie nou ook laten zien. Dus daar lopen we ook helemaal naartoe. En het is al zo'n pokken eind, want Ferium is zo groot. Nee, wat grapje. We gaan ook grensuitbreidingen doen. Daarvan komt er binnenkort wel eens een keer een video van. We gaan namelijk onze rivieren zo gaan we versterken. De gebieden worden sterker, aangezien we nou Malino ook beheren. Want ja, jongens, de Malino is nou voor de Noorderpact. En ja, dat is het zo. Dus ja, dan kunnen jullie wel vragen van, ja, hey, ga je Mount Malino kijken? Nee, Mount Malino is qua roleplay-wise, er heerst wat. Dus we kunnen er niet ingaan, want dan gaan we dood. Maar ja, de vraag is, wat zit erin? Ja, dat vragen wij ons ook af. Maar er zit iets mysterieus in. Er leeft wat namelijk. Vandaar dat ik niet Mount Malino kan laten zien. En dat is heel jammer. Ik kan natuurlijk wel een keertje over Malino heen rijden, maar het is gewoon kaal. Er wordt wel een gigantisch fort opgebouwd. Dat zeg ik wel, want ja, we moeten het natuurlijk kunnen beschermen. Nou ja, Murdoch verder is niet veel veranderd eigenlijk. Je hebt een ondertussen denk ik dat de Blacksmith is nou afgemaakt door Justin. Dus dat is wel tof. En hier hebben we nog een kerstboompje staan en dat soort dingen. Deze is gemaakt door ik, Dumois. Dat vind ik wel schattig. Want ja, aangezien het zondag kerst is. En ja, wel gaaf. Als het goed is er ook nog een kerstparodie online gekomen. En daar heb ik ook een heel klein stukje in gezongen. Was wel een beetje leuk en zo. Het heeft wel lang geduurd. Maar ja, weet je, het was wel tof. Nou, hier heb je ook nog allemaal kerstbomen staan. Maar ik wil jullie even een van de custom trees laten zien die Yuri heeft gemaakt. Die helemaal besneeuwd is en het begint ook wat donker te worden. Misschien is dat precies de perfecte moment om zo meteen te stoppen. En even zien, als het goed is, staat hier wel. En zoals jullie zien, zijn we ook bezig met overal wat meer sneeuw te plaatsen. En dit zijn de nieuwe bomen namelijk. Nou ja, zoals jullie zien, echt onder de sneeuw. Want ja, jongens, we leven in Ferien, leven in Lyot. En daar is het gewoon heel veel sneeuw. Dus er moeten ook de bomen bepakt worden met sneeuw. En dat ziet er gewoon freaking gaaf uit. Hij is echt goed bezig. Dus echt props naar Yuri. Dat zeg ik alvast, props naar Yuri. Nou, dan gaan we even kijken of we nou ergens nog een kerstboompje kunnen vinden. En dan gaan we daar eindigen namelijk. Want ja, het begint al donker te worden en in het donker zien we bijna niks. Heb ik toevallig een torch bij me? Ik heb een torch bij me. Dan wordt het in ieder geval een beetje lichter. Wow. What the fuck? Zit ik een licht flitsen of zo? Ik weet niet wat het is. Oh, dit ziet er s'avonds ook wel best wel gaaf uit hoor. Met al die kerstboompjes erbij. Dit ziet er wel mooi uit. Jezus. Onweert het nou of zou het nou gewoon licht flitsen zijn? Ik heb geen idee. Ik denk dat we mooi bij deze boompje gaan staan. Ik denk dat het wel hier perfect is. Ik ga gewoon hier staan. Kijk, ziet het er een beetje mooi uit? Ja, dit ziet er perfect uit. Beste kijkers, ik denk dat jullie al weten wat ik ga zeggen. Ik wil jullie echt fijne feestdagen toewensen. Eet niet te veel, eet niet te weinig. Ah, echt alles erop en eraan, maar geniet ervan in ieder geval. Ik wil jullie ook alvast een fijne jaarwisseling wensen als ik jullie niet meer spreek. Maak er wat van. En voor 2017 gaan we een topjaar van maken. Er gaat een roleplay van mezelf komen natuurlijk. Van The Kingdom zelf. En nog meerdere dingen. Dus tof jongens. Willen jullie meer van dit soort video's zien? Geef dan een dikke like. Abonneer op Gontje Games. En dan ga ik volgende week weer een nieuwe video maken natuurlijk. Als jullie de 30 likes halen, ga ik zo snel mogelijk weer een nieuwe video maken. Zoals jullie zien nou ook al. Gelijk al 2 dagen ertussen met een nieuwe video. Ja. Weet je wat, dat motiveert mij gewoon van jongens, fuck it, ze vinden het gaaf, ze vinden het mooi. Dat soort dingen wil ik gewoon graag via jullie. Dus voor nu zeg ik mensen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer, fijne feestdagen. Later!